Welkom bij Smiling Spirit Yoga. Leuk dat jullie er zijn. En je mag gaan zitten in een kleermaker zit. En zorg dan dat je benen ontspannen zijn, je rug recht is, je schouders ontspannen zijn. En adem dan een keer diep in door je neus. En uit door je mond. En als je dan zo uitademt, laat je je vermoeidheid of spanning die je nog hebt in je lichaam los. En laat je je matje inzinken. Dat doen we nog een keer. Adem diep in. En laat los. En dan de laatste adem diep in. En los. Je handen zijn op je knieën. Je ademt in, je buigt naar voren. En dan draai je met de klok mee. Adem uit als je achter bent. Adem in voor en draai lekker heen en weer zoals jij het prettig vindt. Beweeg goed over je stuitje heen en weer. Daar waar je eerste chakra zit. Daar waar je jezelf kunt aarden. En waar je energie kunt opwekken vanuit die eerste chakra. Maak je schouders los. Maak je onderrug los. Beweeg maar lekker heen en weer zoals jij het prettig vindt. Dan gaan we ook de andere kant op draaien. Adem in voor, uit achter. Beweeg lekker heen en weer. Maak je schouders los. Maak je onderrug los. En activeer je eerste chakra. Beweeg heen en weer over dat stuitje. Probeer hem echt een aantal keer goed te bewegen. De laatste drie. Nog twee. En de laatste. En kom dan langzaam terug in het midden. Zorg maar dat je goed rechtop zit. Breng je handen in een gebedshouding voor je borst. Je ademt in. Strek omhoog. Kijk naar je handen. Je hoofd is naar achter. Je ademt uit. Je brengt je handen weer voor je borst. Nog twee keer. Adem in. Strek omhoog. En uit. En dan de laatste adem in. Strek omhoog. En als je uitademt, breng je je handen tussen je schouderbladen. Open je ellebogen. Til je kin een beetje op. Voel die strekking tussen je schouderbladen. Rustig ademhalend naar je borst. Nog drie. Nog twee. En de laatste, dan strengel je je vingers in elkaar achter je hoofd en leg je handen achter je hoofd. Je ademt in, open je ellebogen, kijk omhoog. Adem uit, trek je buik naar binnen, je kin gaat naar je borst en je buigt een beetje naar voren. Adem in, kom helemaal terug omhoog, open je ellebogen, kijk omhoog, open je borst. Adem uit, kin op je borst, trek je buik naar binnen, buig naar voren. Adem in, kom omhoog. En uit. Adem in, kom omhoog. En uit. Maak jezelf klein. En dan de laatste adem in. Kom omhoog.
En uit. En dan blijven we hier klein. Trek je buik naar binnen. Je kin is op je borst. Je armen hangen naar beneden. Je hoeft niet aan je hoofd te trekken. Rustig adem te halen. En buig maar steeds verder naar voren totdat je helemaal met je ellebogen op je matje komt. En als je dan met je ellebogen op je matje bent, dan leg je je handen ontspannen neer. Laat je hoofd ontspannen hangen en adem naar je borst en naar je schouders. Laat je schouders ontspannen, laat je borst ontspannen. En adem dan naar je buik en naar je onderrug. Maak je buik helemaal bol, zet hem uit. En ontspan. Gebruik die ademhaling om steeds dieper in de houding te komen. Adem dan in en kom langzaam helemaal terug omhoog. Leg je handen op je knieën en draai je schouders een paar keer naar achter. En naar voren. En ontspan je schouders. Dan strek je je benen uit op je matje. Je zet je rechtervoet neer en je pakt je rechterknie goed vast. Trek hem maar even naar je toe. Dan sla je je rechterarm om je, je linkerarm om je rechterknie. Je zet je rechtervingertoppen achter je neer. Je ademt in, je strekt omhoog. Je ademt uit, kijk en draai naar achter. Trek die knie goed naar je toe. Blijf rustig ademhalen met je borst. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Kom dan langzaam weer terug. Dan zet je de binnenkant van je rechter elleboog tegen de binnenkant van je rechterknie. Je duwt hem echt een beetje naar buiten. Je zet je andere hand achter je neer. Je ademt in, je strekt omhoog. Trek je buik naar binnen. Adem uit, kijk en draai naar achter. Houd hem vast. Adem naar je borst en naar je schouders. Probeer het daar te openen. Trek die buik naar binnen. Duw met je elleboog tegen je knie aan. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Dan zet je je hand heel dicht bij je bil. Je flext je linkervoet. Dan til je jezelf omhoog. Je komt zelfs helemaal op je tenen als dat lukt. Nou, je rechterarm is omhoog, maar je kunt hem ook over je hoofd brengen. Voel maar wat voor jou prettig is. Kijk je naar beneden, kijk je naar de zijkant of kijk je omhoog. Blijf goed ademhalen. Houd je linkerbeen gestrekt. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Kom dan langzaam weer terug. Pak je knie nog een keer goed beet. Je rechterknie. Je trekt je linkertenen naar je toe. Je spant je buikspieren aan. En dan ga je kleine stukjes op en neer. En als het nou te zwaar wordt, kun je altijd even een beetje helpen. Nog vier. Nog drie.
2. En de laatste. Ontspan je benen, schud hem even los. En dan gaan we de andere kant doen. Zet je linkervoet neer. Sla je rechterarm om je linkerknie. Zet je linkervingertop achter je neer. Adem in, strek omhoog. Adem uit, kijk en draai naar achter. Trek die knie goed naar je toe. Adem naar je borst en naar je schouder. Trek je buik goed naar binnen. En kijk zo ver als je kunt naar achter. Voel die draaiing bij je ruggengraat en bij je schouders. Nog 3. Nog 2. De laatste. Adem in. Kom weer terug. En dan zet je de binnenkant van je elleboog tegen de binnenkant, of de binnenkant van je knie. Duw hem er tegenaan. En zet je rechtervingertop achter je neer. Je ademt in, je strekt omhoog. Adem uit, kijk en draai naar achter. Houd hem vast. Duw goed tegen die knie aan. Trek je buik naar binnen. Adem met je borst. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Dan zet je je rechterhand heel dicht bij je. Je flext je rechtervoet. Je komt omhoog. Span je billen aan. En dan breng je je linkerarm omhoog of over je heen. Kijk naar beneden of kijk omhoog. Voel maar wat voor jou prettig is. Blijf goed ademen. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Ik kom dan langzaam weer terug. Pak je linkerknie nog even goed beet. Trek hem naar je toe. Trek je rechtertenen naar je toe. En til je rechterbeen op kleine stukjes op en neer. Nog 4. 3. Nog 2. En de laatste. En dan rol je even aan de achterkant op je mat. Rol maar zachtjes heen en weer over je rug. Even die rug ontspannen. En als je je hoofd een beetje optilt, kun je ook tussen je schouderbladen masseren. Okay. Pak de binnenkant van je knieholte beet en trek jezelf weer terug omhoog. Dan sla je je armen helemaal om je benen heen en misschien kun je zelfs je ellebogen vastpakken. Dan loop je voeten zo dicht mogelijk bij je en dan kijk je of je kunt balanceren. Trek die buikspieren aan. Probeer de rest van je lichaam te ontspannen. En dan til je je benen een beetje op. En de truc is nu, als je zo meteen je armen loslaat, om je benen zo dicht mogelijk tegen je borstkas te houden, want dat maakt het makkelijk. Als je namelijk verder weg gaat, moet je meer die buikspieren aanspannen. Dus houd die benen zo dicht mogelijk bij je. Dan laat je je armen los. En misschien kun je zelfs je benen nog opstrekken in de boot. Houd hem vol. Blijf rustig ademhalen. Als het te zwaar wordt, pak je je benen weer vast. Nog 4. Nog 3. Nog 2.
En de laatste, heel goed gedaan. Breng je voeten terug op je matje. Sla je armen om je knieën heen. Adem een keer diep in. En als je uitademt, laat je je hoofd zo helemaal tussen je knieën hangen. Blijf hier rustig ademhalen naar je borst. Nog drie. Nog twee. En de laatste, je ademt in. Je brengt je hoofd weer langzaam terug omhoog. En dan kruis je je benen en kom je op je handen en knieën. Als je inademt, maak je een bolle rug, je kijkt omhoog, je trekt die schouders naar achter. Adem uit, maak een bolle rug, breng je kin naar je borst, trek je buik weer binnen, duw je handen van je af. Adem in, holle rug, kijk omhoog, trek je schouders naar achter. Adem uit, een bolle rug. Nog drie keer, adem in. En uit. Nog twee. En de laatste. Steek dan je linkerarm naar voren. En breng je rechterarm onderdoor en ga liggen op die rechterschouder in de rechterzijkant van je hoofd. En dan leg je je arm ontspannen neer. Of je brengt hem op je rug. En kijk of je de binnenkant van je dijbeen kunt vastpakken. Adem naar je borst en naar je schouders. En laat je lichaam maar steeds dieper het matje inzinken. Gebruik die ademhaling om spanning tussen je schouderbladen los te laten. Dan adem je in, kom je langzaam terug omhoog en dan gaan we de andere kant doen. Strek je rechterarm naar voren, breng je linkerarm onderdoor en ga weer liggen. En dan adem je in, kom je langzaam terug omhoog op je handen en knieën en dan kom je op je buik liggen.
Je legt je handen voor je op elkaar. En daarbovenop leg je je voorhoofd. Zorg dat je je nek goed kunt ontspannen en dat je rustig kunt blijven ademhalen. Dan strek je je rechtertenen, je spant je rechterbilspier aan in je rechterbeen. En op een inademing til je je rechterbeen op. En als je uitademt, breng je hem langzaam terug. Dit doe je ook met links. Adem in, breng hem omhoog. En adem uit, kom langzaam weer terug. Op je eigen inademing en uitademing span je je benen en je billen aan. En als je uitademt, kom je langzaam weer terug. Nog twee keer met rechts en nog twee keer met links. Dan breng je je kin op je borst. Je brengt je benen goed bij elkaar, je spant je billen aan. En als je inademt, breng je armen, je hoofd en je benen omhoog. Je ademt uit, je komt langzaam weer terug. Adem in, kom omhoog. En uit. Span die billen goed aan. En uit. Nog twee keer. Adem in. En uit. En dan laatste adem in. En uit. En draai jezelf dan om. En kom lekker op je rug liggen voor de laatste oefening, de Savasana. Adem maar heel diep in naar je buik. En laat los. Doe nog twee keer. Adem diep in naar je buik. En laat los. Laat je lichaam zwaar worden en diep wegzinken in je matje. Helemaal ontspannen. Adem nog één keer diep in naar je buik. En laat los. Laat je gezicht ontspannen. Je nek en je schouders, je armen, je handen en je vingers. Laat je rug ontspannen, je onderrug, je heup en je billen. Ontspan ook je benen, laat ze maar zwaar worden en diep wegzinken. En richt dan je aandacht op je ademhaling. Als je inademt, wordt je buik een beetje bol. En als je uitademt, zinkt die langzaam naar je matje toe. Je lichaam is ontspannen en zwaar. Je aandacht is bij je ademhaling. En laat je gedachten naar de achtergrond zakken. Focus op je in- en uitademing. Als je inademt, wordt je buik een beetje bol. En als je uitademt, zakt die langzaam naar beneden. Ontspan je lichaam, die heb je niet meer nodig. Laat hem maar diep wegzinken. Ontspan je gedachten, laat ze naar de achtergrond zakken. En richt je aandacht alleen op die ademhaling. Je hoeft nergens anders meer aan te denken. Je kijkt naar je ademhaling, je observeert je ademhaling. Laat hem zo natuurlijk mogelijk gaan. Als je inademt, wordt je buik een beetje bol. En als je uitademt, zakt die langzaam naar beneden. Laat jezelf rusten en ontspannen. En neem een momentje voor jezelf.
dankjewel dat je er was. En heb je nog meer tijd nodig, blijf dan lekker liggen. Namaste. Tot de volgende keer.